heel groot applaus voor Freek de Jonge en Arjen Peters. Mocht Jezus nog eens terugkomen op aarde, moeten ze het verkeerprobleem als eerste oplossen. Vooral hier. Maar het is gelukt. Het is dus een terugblik, hè, zou je kunnen zeggen, deze cassette waar alles in zit. De dvd's, de cd's, de liedteksten. Het komt eigenlijk wel goed uit op dit moment, omdat ik thuis bezig ben. Ik ben er vanmorgen nog, heb ik er nog achter gezet, om te schrijven over de periode dat ik Bram ging ontmoeten. Ik zit nu nog in, ik zit nu nog in 64, ja. Dus ik heb nog 2 à 3 jaar, maar dan komt het moment, dat komt dus naar de bij. Want je bent een beetje memoirs bezig, ja. Daar zijn 2 delen van verschenen. Zeker. Je bent nu met deel 3 bezig. Ja, ik ben begonnen in 1900. Ja. Ik wist dat je niet meer tot de jongste behoorde, maar hier kijk ik toch van op. Kijk, ik ben op zoek in die memoires naar hoe is het zover kunnen komen. Met jou? Ja. ik ben in 1958 tijdens een optreden voor op de middelbare school, als het ware, is mijn talent, heeft zich daar geopenbaard. Toen was je 14? Ja, ik was nog 13. Oké, okay, dus je werd 14 dat jaar. Ik werd het jaar 14. Ja. En dat was zo heftig en vergelijkbaar met de roeping die mijn grootvader in 1900 kreeg. Die werd dus al koeienhoedend op Duiveland, Schouw-Duiveland verteld. Werd hij in een soort naamdenkbeeld of roes, werd hij door de Heere geroepen zijn leven in dienst van God te stellen. En dat heeft mijn grootvader gedaan. Een hele belangrijke stap, want daardoor is hij in plaats van veldarbeider op Duiveland, is die bijbelcoöperateur in Brabant geworden. En toen hij zijn eerste zoon kreeg, want het was ook zijn eerste kind, moest hij natuurlijk predikant worden. Ja, dus dat was eigenlijk voor jouw vader, dat was niet een kwestie van een roeping, dat was gewoon, dat moest. Nou ja, dat is zo prachtig, of eigenlijk prachtig, zo wonderlijk, die roeping van mijn grootvader is van mijn vader een doem geworden, als het ware. Hij moest. En wat mijn grootvader mocht, omdat hij geen theologie had gestudeerd, die sacramenten niet bedienen. En daar ging het om. Ja. En dus mijn vader mocht de sacramenten wel bedienen. Nou ja, in dat boek, eerste boek, Kom Verder, wordt ook zeg maar mee door de twijfel van mijn vader om die zware taak op zich te nemen beschreven. En dat was een belangrijke eerste stap. Want omdat mijn vader predikant werd en daar tijdens zijn studie in aanraking kwam met professor Gerardus van der Leeuw, een cultuurtheoloog, nog een jaar minister van Onderwijs geweest vlak na de oorlog, is mijn vader eigenlijk een rechtzinnige predikant geworden, maar wel een heel liberaal mens. Door die Van der Leeuw. En dat heeft in mijn opvoeding geresulteerd in het feit dat mijn vader niet de hele tijd achter me aan zat van wanneer ga je nou beleidingscategorisatie doen. Maar mij mijn gang liet gaan. En dat is de periode die ik nu beschrijf. Maar wat je dus eigenlijk vertelt is dat dus wat je grootvader meemaakte, was dus een soort inslag. Ja. Daar had hij helemaal niet op gerekend dat dat zou gaan gebeuren en dat heeft zijn leven veranderd. Toen werd jouw vader dominee en toen gebeurde er met jou eigenlijk iets toen je 13 was waar je ook helemaal niet op berekend was. Nee, één vergelijkbaar. Ja. Dus op school was het voor de eerste 2 klassen de gewoonte om het was 1 feestavond en het was dan een soort talentenjacht. Ja. Dus ik ging me daar aanmelden en dan vroegen ze wat kun jij? Ik zei nou ik kan niks, maar ik kan wel, want er was een goochelaar natuurlijk, er waren zangers, er waren accordeonisten. Maar ik kan wel
ik kan ook conferencier zijn. Ik kan de zaak aan elkaar praten. Daar hadden ze er nog nooit van gehoord. Maar dat wist je dus al? Ja, ja als, dat wist ik wel. Als kind, in de klas? Ja, dat de radio die had... Je luisterde daar naar. Dus ik kende het fenomeen conferencier. Ja. En toen zei ze, ja, maar hoe doe je dat dan en hoe gaat het dan? Ik zei, nou ja. Ja, dat is ook een wonderlijk moment van laat het maar aan mij over. Ik heb dat gedaan. En het grappige daarvan was, dus de eerste aankondiging, zeg ik, en dan nu de goochelaar. En maak een breed gebaar naar rechts en die goochelaar komt van links op. Nou, dat was de eerste lach. De eerste lach. Ja. Dus toen moest ik de volgende aankondiging doen. En toen zag je me even twijfelen. Waar zou die nou vandaan komen? En dan voelde die zaal, waar zou die vandaan komen? En toen deed ik zo. En zo bouwde ik tijdens die avond. En dat ging volkomen à l'improviste, volkomen op het gevoel. En ik zong nog een paar liedjes die mijn broer in het NCSV-kamp had geleerd. Johanna telde 17 dagen. En Adam, kilo Adam. Misschien kent u die, toch op de wereld had geschapen. Eerst de mensen en toen de apen. Schiet bij de mensen zo wijd en zij befaamd. En Adam werd de eerste mens genaamd. En was het een fijn Adam, Adam, kilo Adam, kilo hopsasa. Zal nog plat. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik worden. En toen in oktober 58, toen was ik 14, werd op de AVRO-televisie uitgezonden de one-man-show van Toon Hermans. En toen wist ik ook meteen mijn richting. Dat is door Toon Hermans? Dat ging ik worden. Ja. Heb je hem dat ooit verteld? Ja. Nou, daar was ik iets van onder indruk. Er komen bij mij ook voortdurend mensen die zeggen, dat is zeker wel gezegd. Maar nee, ik heb dat natuurlijk verteld. Dat zijn mijn grote. Toen ik Toon Hermans voor het eerst ontmoette, dat was wel een gebeurtenis in mijn leven. Ja. Maar kun je dan zeggen wat dat was, wat je in hem bewonderde? Nou, ja. De timing. Ik ben nu toevallig, heb ik vandaag zitten werken aan dat ik samen met mijn vader naar Zo is het toevallig ook nog eens een keer zit te kijken waar Peter Loor dat verhaal over die beeldreligie houdt. Ja. Maar Toon Hermans, en ik beschrijf ook een scène dat ik samen met mijn vader terugkom uit Halsteren waar hij de oudejaarsavondpreek heeft gehouden. En dan luisteren we op de autoradio naar Wim Kan samen. En daar beschrijf ik in dat hoofdstukje ook het verschil tussen Wim Kan en Toon Hermans. En waarom ik Toon Hermans zoveel meer apprecieer dan Wim Kan. Kijk, Wim Kan refereerde aan wat mensen wisten ja. En wat mensen kenden. En daar gaf hij een twist aan. Het publiek vond het ook heel erg belangrijk om de conferencier te laten horen dat ze op de hoogte waren van wat er speelde. Ja. Dus er zat een soort, met het publiek, een soort rare zelfbevestiging daar. Maar goed, hij was een fantastische conferencier, dus dat trok hij helemaal. Maar Toon Hermans bracht magie in zijn voorstelling. Die deed dus eigenlijk, die maakte een conferentie over niets. Ja. En maakte daar iets van. Hij was in wezen een schepper. Hij had niet de namen van politici of van de gebeurtenissen, de actualiteit nodig. En dat was, ja, dat was fenomenaal. En als je bijvoorbeeld denkt, Toon Hermans is degene die dus simpelweg het telefoonboek kan voorlezen en de mensen tot tranen toe laten lachen. Dat heeft hij met die dames van die vereniging gedaan, die alleen maar namen noemen. Ja. En in de herhaling, ja, het publiek. Nou ja, dat heeft mij altijd in Toon Hermans aangetrokken. En ook misschien de vrijmoedigheid waarmee hij dus de woordgrap gebruikt. Ja, maar dat was in die tijd niet vrijmoedig, want dat was zo'n beetje bij Wim Kan ook een toppunt van humor. Ja. He, want je had toen een CHU-minister die heette Kruisinga. En dan had Wim Kan, die zei toen, hij ging naar Scheveningen. Ja, als ik er nou tot mijn kruis inga, zoiets begrijp je, in de zee. Dat waren de grappen. Dat was een gewaagde grap. Zeker. Ja. En, nou ja.
Dus toen was het wel zo. Ja, ik zat in Goes met die ideeën en met al dat. En ik ging naar Amsterdam studeren. En ja, hoe ga je dan je ideeën en wat je het idee of wat je hebt van wat je wilt gaan doen, hoe ga je dat vormgeven? Ja. En waar staan de kruiwagens? En toen ontmoette ik dus begin 67 Bram Vermeulen. En Bram was naast een Montessori scholier internationaal volleyballer. Ja. Hij was de beste, in die tijd de beste volleyballer die Nederland ooit gehad had. Zo ging de mare. En Bram was dus, zij had op het HML, je had een volleybalvereniging die heette HML CLV, dat was de christelijke lyceum. En was een leraar en die heette Van Zweden, Kees Van Zweden. En Kees Van Zweden was een bijzondere man, hij kon heel vaardig piano spelen, hij was een geduchte verzetstrijder geweest. En hij had met zijn broer volleybal in Nederland geïntroduceerd. En Bram was, dat kan niet anders, een ADHD jongetje, maar dat was nog niet bekend, dus wat doe je ermee? En toen zei die gymnastiekleraar tegen hem, je moet een balletje pakken en dan moet je mee tegen de muur van het portiek tikken. Bram woonde in de Moreelstraat op 1 hoog. En ja, als je Bram zo'n opdracht gaf, dan deed hij dat niet, zeg maar, zoals wij gewone mensen zouden doen, 10 minuten en dan gaan we weer wat anders. Bram deed dat 6 uur per dag. En dan kom je al gauw, en dat is later een theorie ontwikkeld, dat je moet 10.000 uur iets doen, wil je het een beetje onder de knie krijgen. Dus die 10.000 uur zaten weer vrij snel vol. En die ambitie die Bram had, het stellen van een doel en het er naartoe werken, dat heeft hij op mij overgebracht. En dan is weer het wonder van het geheel, of het raadsel van het geheel, dat Bram dus in mij dat zag, waardoor hij zich aan mij overgaf. Want hij is op zijn 22e gestopt met volleyballen. En dat kwam daardoor? Hij koos voor Nederlands Hoop. Ja. Ja, dat is waanzinnig. Dat is wel grappig, want er is op internet iemand die heeft volle adem in dat geloof. Die heeft een heel verhaal over Bram geschreven. Hoe hij in die tijd in de volleybalfamilie stond. En dat hij toen opeens met die mededeling kwam. Ik had er vandaag mee op. Dat was de dag dat hij kampioen van Nederland werd. Toen met AMVJ in Amsterdam. In de oude rij. Rockier te verslaan. Rockier Des. Dat was toen al 5 jaar achter elkaar Nederlands kampioen geweest. Maar hij zette dus dat opzij. Ja. Terwijl hij daar heel groot, hij was er al groot in, misschien nog groter had kunnen worden. Omdat hij dit wilde. Dus dat, maar dat betekent ook dat al die ambitie en die ADHD er ook in ging. Ja. Die kreeg je er ook bij. Als Bram niet gestopt was toen, hadden we, als hij er doorgegaan was, hadden we nooit van Jan van Alden daar gehoord. En dat betekent Bram, dat? Omdat Bram volleybalcoach was geworden. Ja. En ook weer de beste. Ja. Ja. En het mooie van zijn, als je dan even naar volleybal kijkt, vanaf dat moment, Bram die werd dus door zijn leraar, iemand die heel veel van de sport hield, daarbij betrokken. Dus de eerste liefde, zal ik maar zeggen, werd hem overgebracht. Toen kreeg hij in Amsterdam een trainer die iets had overgenomen uit de Verenigde Staten. En dat was, het is nu ook heel erg populair in de voetballerij, het bijhouden van statistieken, data. Ja. Dus dan had Bram een wedstrijd gespeeld en zei hij, goed gespeeld de trainer. Nou zei de trainer, je setup percentage is 58, je smash percentage, dus dan kwam hij altijd een beetje gedeprimeerd bij me staan en viel het toch erg tegen eigenlijk. Maar wel dat systeem hebben we dus wel weer benut bij onze eigen voorstellingen. Ja, want dat gingen jullie al snel doen? Dat gingen we al snel na afloop analyseren. En Bram zat daar voornamelijk achter. En die zei, nou ja, dat was heel goed vanavond, dat was wat minder, daar moet je mee doen. Je moet niet te veel op de lach uit zijn. Dit. Ja. En die combinatie werkte dus heel goed. Hij
was de muzikant, gedreven muzikant. Ja. En jij de man die het verhaal vertelde. Ja, die leuk was. Ja. Want ik kan het zo over die eerste voorstellingen zeggen, er was nou niet zoveel inhoud, er was niet zoveel concreets. Maar ja, net zoals die eerste avond in Zandam, mensen gunden mij gewoon de lach. Ja. En ik heb me daar hopelijk nooit op voorgestaan, want het was er simpelweg. Ja. En wat ik las was dat jullie al heel vroeg, jullie deden toen mee aan het volgens mij het Kamerettenfestival, want eigenlijk elke beginnende wonnen niet. Maar, nee. Maar trokken wel de aandacht. Nogal. En meteen daarna kwam er een interview met de twee jonge cabaretiers die waren opgevallen. En daarin werd zeiden jullie, het cabaret in Nederland is eigenlijk helemaal dood, toch? Ja, dat was zeker. Maar nu zijn wij er. Nou ja, dat interview, dat was een week na de première in Haarlem. Dat heeft ons imago bepaald. Wij hadden daar ook totaal geen idee van. En we kwamen in handen van zo'n VPRO-achtige journalist in die tijd, die wel wist hoe hij zo'n varkentje moest wassen. Dus die liet ons helemaal leeglopen en we vonden Wim Kan niks en we vonden Ton Hermans niks en we dit en dat. Dus die zat maar te vennen en te voeren. Dit gaat goed. Dit gaat goed. En, dat, en zo kwamen we er dus in. En dankzij natuurlijk ook weer die topsport met de tijd van Bram, waren wij heel competitief. Heel competitief. En is dat er een beetje afgegaan? Nee, nee, hè? Nee, dat al die indruk. Ja, ik vind het eigenlijk wel. Het is natuurlijk een enorme goede driver. Maar het is allemaal voor een mens van mijn leeftijd zou dat toch wel iets minder kunnen. Maar ja, Bram en ik, wij in het begin stonden we dan. Er was twee filmopnames voor de MTS toen nog. Het programma heette Studentenhaven. En dan was daar ook cabaret Ivo de Wijs. En die deed een nummer over een strandjutter. En toen na afloop zeiden ze dat ze waren hun stormlamp en hun zuidwester. Die waren ze vergeten. En dat hoorde er eigenlijk bij. Ja. En dat was voor Bram en mij een vast punt. Als een bepaald nummer niet goed genoeg was, zeiden we, ja, maar we hebben wel een stormlamp in het Zuidwesten. Dat was. Zo keken we naar de ander. Ja. Heb je toen ook gemerkt dat, ik zag ook in het boek op een zeker moment, want bij die allereerste wedstrijd waar jullie aan meededen, toen won Donkey Shocking, hè? Ja. En ik zag later, maar ik weet niet, misschien dat dat een soort complot denken is, dat Jacques Kleuters, die daarin zat, over jullie schreef, in het boek 100 jaar amusement. Hij schrijft, alle wetten van het vak werden met voeten getreden. Fatsoenlijk bewegen konden ze niet, hun uiterlijk sloeg nergens op, ze spraken slecht, ze zongen raar, ze waren in veler ogen amuzikaal en uiterst onfatsoenlijk en daarbij verregaand oncollegiaal. Dat staat dus in 100 jaar amusement. Hij is nooit helemaal over zijn jaloezie en niet. En nog altijd, we hebben nu goed contact, maar nog altijd voel ik. Terwijl hij had gewonnen. Ja, maar dat is het. Dat is zo grappig van sport. De winnaar weet maar al te best wie het beste is. Ja, soms is hij het zelf. Maar als het ander is. Het grappige was, ik studeerde Nederlands. Vergeet het wel studeren, maar ik was daar aanwezig op het Laurens-de-Katerhuis aan de Herengracht in Amsterdam. En hunkerde dus om aan het toneel te gaan. Daar hing op zeker moment een briefje voor mensen die geïnteresseerd waren in cabaret. Die konden zich melden bij Jos Groot voor een cabaret Helios. Maar omdat ik gewoon er nooit kwam en zeker niet met die borden ging staan lezen. Maar het had dus een haar gescheeld
Ja. Zou je kunnen zeggen. Of je zat erin. Of ik had daarin gezeten. Ja. En hoe was het dan gegaan? Ja. Ik denk dat Sjaak nog jonger was. Ja. Ik denk dat hij dat niet had gered. Je schreef ook, helemaal in je begintijd, zag ik, heb je ook geprobeerd voor het Songfestival mee te doen. Teksten. Toch? Ik zag de tekst, ik weet niet of jij die nog kent. Ga naar je kanarie, Arie. Ja, ja, zeker. Ik moest ook denken aan Dr. Anders P. Die voor Adèle Bloemendaal, wat heb je gedaan, dame? Ja, ja. Zo'n soort tekst. Ga naar je kanarie, Arie, ja. Ja, nou ja, weet je wat verder ging? Mijn idee was dat als je iets voor het Songfestival schreef aan tekst, dan moest je dat weliswaar in het Nederlands doen, maar je moest toch zorgen dat de rest van Europa er ook iets aan had. Ja. Dus als je een zangeres achter elkaar Arie hoort zingen, nou dan denk je, dat is wel wat. Maar ja, het was... We zijn begonnen, Bram en ik, als het studentencabaret van het Amsterdam Studentenkoor. Die hadden in 67 een lustrum. Het motto van het lustrum, of de titel van het lustrum, was Ada Mania. Ja. Dus gek op Amsterdam. Ja. En daar hebben wij twee liedjes op gemaakt voor Junior Daan. Ja. En die hebben we ook opgenomen in Bovema. En dat is eigenlijk het begin van onze liedjesmakerij. In het begin voelden we ons, we hebben ook in het Engels gedaan. Hebben we ook opgenomen. Dat heette toen nog, toevallig heette het Engelse liedje weer dan Lieutenant O'Brien. Daar zit ook weer een binnenrijm in. Ja. En overal leerde je van, dat was zo grappig. Door Bram's mentaliteit, maar ik ben zelf ook wel nieuwsgierig. Het ging heel snel. Wij hadden echt al een half woord genoeg. En was dat nu zo dat een van de toch grote wijzigingen, de veranderingen die jullie mede teweeg brachten, ook natuurlijk de muziek, anders soort van muziek dan mensen bij cabaret gewend waren, dus veel meer popmuziek. Ja. Maar ook van een liedje, een stukje op een barkruk meestal, en daar week jullie vanaf. En dat je dacht, de avond, de voorstelling is eigenlijk één verhaal, iets wat opgebouwd wordt. Ja, dat kwam wel later, maar we probeerden wel met korte liedjes, langere liedjes, conferences. We proberen op allerlei manieren het publiek in verwarring te brengen. Iets waar in die tijd veel meer behoefte aan was dan tegenwoordig. Dat is heel wonderlijk. Mensen willen nu graag voorgeschoten krijgen wat ze verwachten. Ja, dat was toen natuurlijk ook zo. Maar wijkt er ook niet van af, want er wordt verbaasd naar je opgekeken. Ja. En dan vooral als ik ook weer voor jongeren, dan snappen ze ook vaak niet de wending. Nou ja. Dat zijn de tijden. Maar is dan je conclusie, dan pas ik het maar aan of niet? Passen zij zich maar aan? Nou ja, kijk, ik ga er nog altijd van uit dat het publiek zich aan mij moet aanpassen. Ja. En dat kun je altijd nog zien. Nou ja, maar dat is voor het publiek ook heel verstandig. Ik zag net, we zagen daar net liggen het boek over, volgens mij, Jaap van Zweden. Ja. Getiteld Dit is Jaap. Dat is Jaap. Ja. Ja, ik zie hem daar liggen. Dat is Jaap. Daar ligt hij. En dat is sprekend een kinderboekentitel. Ja? En toen dacht ik even aan jouw tekst die je toen op de boekenbal een keer hebt gedaan. Dat is Jens en Joeps. Ja, Jens en Joeps. Ken je die uit je hoofd of niet? Ik heb hem hier bij me, maar... Zal ik hem even voorlezen? Ja. Kletsen op de stoep is het. Ja, ja. Zat hij erin, man? Ja. Jets. Voor de boekenbal, hè? Ja, boekenbal in 1975. Ja. In Genaaid en Gebonden. Dat deden we samen onder de redactie van Hans Sleutelaar en Gerard Stichter. Ja, Schippers. Ja. Wat toch al wel weer een stap was. Je neemt vanuit je jeugd allemaal namen en helden mee. En begin jaren 60 kwam de naam van Hans Sleutelaar opeens veel in het nieuws. En hij was een van de, nou, ik zal niet zeggen ontdekkers, maar begeleiders van Hans Verhagen.
En Hans van Hagen was een dichter uit Middelburg, of uit Vlissingen. Ja. Zijn vader was tandarts. Dus ja, daar liepen wij al zo voor de deur langs als kinderen, als jonge jongens. En Hans Sleutelaar is eigenlijk dus de schepper van vooral één regel. Bond hier deze totale poëzie. Ja, exact. Dat was genoeg. Ja. En nou ja, in diezelfde tijd voor het blad Nieuwe Stijl schreef Armando een cyclus over een zwakzinnige jongen die Kees heette. En daar hebben wij later, kijk, daar is Kees van gemaakt. En Willem Wilmink heeft daar later weer Freekie van gemaakt. Maakt toch niet denkend aan jou? Zeker. Ja, hij vond dat een mooi lied. Kijk, dat is Kees. Maar ik wist niet dat ik het weer van Armando had. Jets en Joeps pletsen op de stoep. Klots plensen de voetjes in de plas. Ik ben klets, zegt Jets. Knoep het goed, roept Joeps. Plots is daar Knots. De schillenboer met de aard, het paard, dat trekt. Knots loenst omdat hij altijd naar aards staart staat. Hoi, roept Knots. Hoi, kleppen Jets en Joeps. Plas, doet het paard. Grote plas. De plas rookt, klept Jets. We hebben thuis ook een eigen haard, zegt Joeps. Of een boiler, staat hier, ja. We hebben thuis ook een boiler, zegt Joeps. En wij hebben een grijze geit, krijgt Gijs, die er niet bij is. Wie wil de schillen tillen, zegt Knots. Ik, kikken, kikken beide in koor. Dan krijgt Knots schuim op zijn mond. Wij hebben thuis ook een afwasmachine, zegt Jets. Wij gooien alle kopjes weg, bluft Joeps. Knots spartelt in de plas. Poep, doet het paard. Grote poep. De poep rookt. Wij hebben thuis ook een open haard, zegt Jets. Ja, daar zit hij. Wat doet Knots gek, zegt Joeps. Zeker te veel schillen gegeten, zegt Jets. Pets doet Knots, au zegt Jets, poeps doet Joeps en oesje. Knots kwakt tegen de muur van de snackbar. Door de klap vallen de luikjes open en vallen de kroketten en ballen op de vloer. We hebben thuis ook een jackpot, zegt Jets. Ik zit op kung fu fighting, zegt Joeps. Kots doet Knots, grote kots. Maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes. Zo zie je dus. Maar moet je die nu eens aan kinderen tussen de 18 en de 24 Nee? Nu zitten ze ertussen, lachen ze niet. Maar als ze zichzelf zijn, begrijpen er geen sier van. En dan had ik het, ik weet niet wie ik het daar nou weer over had, maar in die tijd, om met Eddie Handema. In die tijd was natuurlijk ook het absurdisme een echt fenomeen, wat ook heel erg. Ja, in de humor en ook in het theater een rol speelde. Ja. En, dat, en naast die ironie zijn we het absurdisme ook wel aan het kwijtgeraakt. Aan het kwijtgeraakt. Terwijl er natuurlijk een hoop absurdisme is. Ik zag nu weer een televisieprogramma, dat was in het programma van het nieuwe programma van Paul de Leeuw. Daar zit nu een soort wedstrijdje in over de gebeurtenissen, het bombardement op Jeruzalem of zo. Ja. Was dat voor woensdag of na woensdag? Oh, ja. Dus dan wel een heel, heel ver heen natuurlijk. Dat hou je ook in de gaten dus. Maar ja, die actualiteit die langzamerhand als een soort motton over de mensen wordt gegooid, hou daar gewoon mee op. 26 keer per dag een weerbericht, doe het niet. Hou op om. Mensen denken dat ze ook dat allemaal moeten weten en moeten dragen en ook nog een mening over moeten hebben die ook nog genuanceerd moet zijn. Ga leven. In wijsheid. Toch? Ja. En je hebt, jullie hebben op een zeker moment, ik weet het nog goed, ik denk velen van u ook, de actie, tegelijk ook een programma, Bloed aan de Paal gemaakt in 1978, toen in Nederland aan een wereldkampioenschap voetbal mee zou gaan doen.
om daar waarschijnlijk dus ver in te komen. Die verwachting was er toen natuurlijk, ook na de 74 Nederland tenslotte ook de finale haalde. Wiel kampioen dus, had moeten worden. Had moeten worden, oké, ja, zo is het. En dat zou dus dan 4 jaar later misschien zelfs een beetje goed gemaakt kunnen worden. Maar jullie hebben toen ja, toch echt geprobeerd dat tegen te houden. Ga daar niet naartoe vanwege het bewind dat toen in Argentinië was, van Videla. Is dat ook terugkijkend op hoe dat toen is gegaan, want ze zijn gegaan. Maakt dat voor jou veel uit, wat er dan gebeurt? Of gaat het er vooral om het te laten horen dat je het er niet mee eens bent? Ja, als je uitgaat van het idee onze wil geschieden, ik denk niet dat dat een goede positie in het leven is. Nee. En daar zijn zeg maar mijn soort voorstellingen ook altijd, ja, je hoopt mensen aan het denken te zetten, ja, het genoegen van denken te beleven en van origineel denken ook vooral te beleven. En ik heb zeker in het begin de illusie gehad van, het is zo eenvoudig om te zeggen van, dat gaan we doen en we gaan dat in Europa even met elkaar organiseren. Maar later heb ik wel begrepen dat de FIFA bestaat uit iets van 125 landen, waarvan er 16 in Noordwest-Europa zitten. Dus democratisch gezien hebben ze nauwelijks een stem. En de voorzitter slaagt erin om de meerderheid van de stemmen te kopen door de bedragen die hij naar die landen stuurt om het voetbal daar uit te bouwen, die zijn hoog. Dus het is eigenlijk heel cynisch. En je hebt ook sinds Argentinië gezien dat om dat WK te krijgen, heb je ook weer een bepaald regime, daar ben je bij gebaat. En als er een beetje steekpenningen heen en weer kunnen gaan, dan heb je gauw het recht om de WK te organiseren. Dus ja, dat komt niet goed. Nee. Dat komt nooit goed. En ik lees nu in de kranten, bijvoorbeeld ook dat Israël snakt, en de Palestijnen ook naar de publieke opinie. Dan denk ik, ja, daar is heel weinig voor nodig. Als Israël zegt, vandaag zegt, we houden op met die in de bezette gebieden kolonies te vestigen. Maar Israël hoeft alleen maar te zeggen, wij komen hier niet uit, laat de rest van de wereld ons helpen, dan zijn wij bereid tot alles. Maar nu in dit geval, en van beide kanten natuurlijk, wordt het idee om ze te helpen niet groter. Nee, maar je kan dus, zoals je nu zegt, hè, hoe die FIFA in elkaar zit en hoe dat nu helemaal gaat, je weet dan dus eigenlijk, die kans is er, die is niet aanwezig dat het gaat gebeuren. Maar je wil het toch doen. Je wilt dus niet in cynisme vervallen van iemand die zegt, het heeft toch geen zin, ik doe ook niks. Nee, je wilt wel iets laten horen. Het was ook nog een tijd waarin, het fenomeen actie voeren en met elkaar ergens voor staan in zwang was. Dus die voorstellingen die we gaven en de discussies na afloop, die ik al vrij snel tegenkrommen begon te vinden, maar ik herinner me dat we in Delft in de aula daar van de universiteit met Harry van den Berg, ik zag een foto van me. En Jan Mulder, die Harry van den Berg op geen enkele manier vertrouwde, en in Leeuwarden kwam er een man en bij de microfoon staat weer, weten jullie wel dat Joop Philips luidspreker staat te werken hier, dus ja, geen discussie. Maar wat bevangt jou als je er daarop terugkijkt? Er wordt ook, het is een apart boek eigenlijk met in herinnering, waar je terugkijkt op deze periode, 68, 79. En denk je dan van het idealisme, ja, dat hadden we toen, zou ik nu niet meer doen? Nou, nee, dat voel ik niet zo. Nee. Ik voel nog wel, de behoefte om iets te zeggen, maar dan meer, zoals ik dat dan net zei, van we zijn ongelooflijk geïndoctrineerd en
op een zeker moment hebben we ons bevrijd van het geloof. Want ja, dat zat je maar en wat moest je ermee? En, maar we hebben nu de ster. En we hebben allerlei zich repeterende programma's die alleen maar bezig zijn ons te sturen. En dus, ja, ik denk dan eerder terug aan, laten we nog eens kijken wat er wel aardig was aan dat geloof. En laten we weggaan bij waar we nu allemaal achteraan lopen, dat waanzinnige materialisme. En ja, dat is allemaal hetzelfde. En je zal waarschijnlijk ook, ik weet niet of je deze dingen ook zelf hebt teruggekeken op de dvd's naar die oude programma's. Nee, kijk niet. Nou, nee. Ik heb van toevallig, toen 2 of 3 weken geleden, Chris Bernhard met het lidmaatschap, heb ik nog even gekeken naar het telefoongesprek. Ja, aan het begin van Interieur. Ja. Daar moet ik dan wel van zeggen, toen wij daarmee begonnen. Toen was alleen in de Engelse pers nog sprake van een Lockheed-affaire. De Nederlandse pers werd toen geacht daar niet over te schrijven. En de RVD was altijd heel terughoudend ook met informatie. Maar in Engeland stond dat al breed uit in de kranten. En een vriend van mij die las veel Engelse kranten. Dus toen begonnen wij met dat telefoongesprek. En toen begon het ook in Nederland door te sijpelen. En dat werd natuurlijk steeds groter en dan met de majesteit en ach mevrouw dat u dit nog allemaal moet dragen en dat is vreselijk. Ja, want jij stond op de hele telefoon, ja, jij liep daar naartoe en dat was Juliana. Juliana. Die belde jou op. Die belde mij op, ja. En dan zei ik op zeker moment, nou geef die man dan maar even. Ja. Die droog aan. Ja. Die wilde ook wat zeggen. En dan zei ik op zeker moment, hij zei, wat doet u dan? Ik zei, nou wij zijn hier aan het werk. En dan was het even stil en dan zei ik, nou werken, dat is iets dat je voor de kost doet. Maar dat gesprek duurde dus tot op zeker moment toen Den Uyl het rapport Donner ging voorlezen. Die avond zijn we echt niet meer over de eerste 5 minuten heen gekomen, want dat was toen werkelijk hilarisch. Maar daarna is het eigenlijk steeds minder. En die opnames voor Interieur die zijn veel te laat gemaakt. En ja, daardoor is eigenlijk de echte scheur eraf. Ja. Maar ja, goed, als je dus nu terugkijkt, dan denk je inderdaad, ja, dit ging dus naadloos. Zou er kunnen overgaan in nu met het lidmaatschap? Het leek net alsof jij er al van op de hoogte was. Misschien was het ook zo. Ook wel, ja. Ook wel leuk voor de mensen. Want code zit er ook in Nederlands ook code. Dat is bouwt een beetje voort op die koningshuissurfobie. Daar gaat het dan over de prinsjes. En daar had ik zo'n zwart blokje voor mijn ogen, weet je wel eens bij misdadigers ziek. Ja. En ik speelde daar een pedofiel die was uitgenodigd op het kinderfeestje van de prinsjes. Dat kon toen nog in die tijd. Dat was, nou ja, dat was toen wel, dat was ook toen nog wel heftig. Hoor. Ja? Ja. Ja. En ik ben hier, ik heb hier nog eens een keer gedaan met het residentieorkest Midsummer Night's Dream. Had ik toen helemaal omgewerkt, ook weer tot het Koningshuis. En toen ging het over, wat ik zei op een gegeven moment. En toen leefde Klaus nog. Tenminste, wat in die kringen voor leven doorgaat. En toen liep er een mevrouw weg. Ja. En achter een rollator. Lachen. Ik zei, heeft u een afspraak met de garage? Kan ik daar nu excuses voor maken? Er stonden wel de volgende dag hingen de briefjes aan de muur. Dat nog het theater, nog de directie van het residentieorkest verantwoordelijk voor de tekst waren. Dat was trouwens met Jaap van Zwinkels, die bekend. Jaap had mij gevraagd. Wat is Jaap? Ja, en Jaap had wel beslist problemen, loyaliteitsproblemen, tussen mij en het orkest. Dat was wel pijnlijk. Ook nog. Ja, interessant. Je hebt nog veel dingen moeten laveren. Is er een
contact met het huidige... Nee, het koning. Oh, nou, we hebben wel contact gehad. En ik heb met zijn vrouw contact gehad, hoor. Naar aanleiding van weer Argentinië. Geef me uw vrouw maar eens. Nee, in dit geval. Ik heb met haar samen de lunch gebruikt. En toen kregen we het over Argentinië en haar vader. Was ze op de hoogte? Ik mag hier over dit gesprek mag ik niks meer buiten. Ja. Aankondiging doen en dan stoppen. Ja. 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 Nou ja. Dat is vertrouwelijk. Wat mij duidelijk is geworden dat zij van haar vader hield. Ja. En ik weet niet of dat een kind in zijn voordeel trekt. Maar op die was toen staatssecretaris. Nou, secretaris. Ja, dat was niet van landbouw. En de suggestie was dat hij voor niks wist. Ja. Dat is een beetje zoals Albert Speer. Wist ook van niks. Wist van niks. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar het was toch een leuk gesprek. Nou, zij is een buitengewoon aantrekkelijke, capabele, innemende vrouw, ja. En verder mag je er niks over zeggen. Nee, maar we hebben contact gehouden op zeker moment. We hebben een stichting, Hella en ik, waarin we cultuur voor de jeugd, kunst en cultuur voor de jeugd stimuleren. En zo kwamen we op zeker moment op het idee om eens te kijken of de kinderen op school niet eens wat meer konden zingen en met muziek bezig zijn. En toen op zeker moment stortte Job van de Emmen zich erop en die had Maxima gestrikt. Dus dat ligt nu helemaal op haar bordje, maar zo kwamen we ook weer met elkaar in contact. En toen je daar straks zei van, of je contact had met het kabinet, want je bedoelde dat dat zo is? Nee. Oh, dat je dat vroeg? Nee. Oh. Ik hoorde net op de radio dat Rutte gezegd heeft voor een Haagse zender dat hij eigenlijk iets eerder had moeten ophouden. Hoe lang? Wij zelf denken aan 12 jaar, maar hij denkt aan minder. Maar het grappige is, in dat programma wat ik toen een keer gedaan heb op 1 januari, was mijn hele verhaal tegen hem. Man, stop nu. Nu is het mooi geweest, gaan we naar nou, ja. Maar hij was eigenwijs. Ja, en wat dit, deze bijzonder. Ja, ik begrijp dat ik haast moet maken, maar ik ga toch nog één vraag stellen. Wat dit bijzondere van het duo ook is, dat op zeker moment, ik denk dat het niet raar is hoe het is gegaan, dat Bram een grotere rol voor zichzelf opeiste. Toch? En dat dat ook tot spanningen leidde. Dus dat het op een zeker moment dat je denkt, ja, we hebben een hele mooie tijd gehad en we kunnen nu beter allebei onze eigen weg gaan, dat is niet zo vreemd. Maar wat ik wel heel bijzonder vond, was dat in 2014 ook dat het een toenadering is geweest, dat jullie elkaar nog een keer hebben gesproken. Nou ja, ik denk dat het volgende boek gaat over dat. En over hoe een vriendschap eigenlijk ging het al vrij snel mis. En dat komt omdat de mannen niet kunnen praten met elkaar. In het algemeen. Nou ja, ze kunnen het over voetbal en volleybal en dat soort dingen hebben. Maar om nou eens tegen elkaar te zeggen van, als jij nou maar dat blijft doen, of als je nou dat maar blijft zeggen, als je nu maar zo blijft, dan gaan we met elkaar vallen. Ja. En nou ja, dat gebeurde, maar ja, omdat het natuurlijk verslavend was, verleidelijk, fantastisch en opwindend, beten we door. Zo doen mannen dat ook. En dat heeft onze minister-president dus ook gedaan. Te lang. En het is eigenlijk ook weer door die competitiedrift die er in ons allebei zaten, is dat fout gegaan. En dat is beschamend. En jammer. Maar, zoals ik zei... Maar ik denk toch, als ik Bram nu weer zou zien over 3 weken, dat het niet langer dan 6 uur goed zou gaan tussen ons. Heel gek. We hebben wel eens tegenover elkaar gestaan, ook op de vluchtstrook van de A4.
En toen stapte ik erin na een kwartiertje, toen dacht ik, nee. Op de vlucht, hoor. Ja, ik reed langs de vrachtwagen waar hij met zijn beentje in zat. Oh, ja, ja, ja. En toen was het toeteren en zwaaien en uitstappen en op de snelweg. Nee, het was niet een Extinction Rebellion aanval waar net op de snelweg stond. Nee. Nee. En toen dacht je toch, ja, nee. Maar de bewondering voor hem, en zeker zoals in het begin, die is ongebroken. Zonder Bram was ik niet vreemd geworden. Dat is allemaal dus terug te lezen, ja. Terug te beluisteren. Alles wat hier ligt en alles wat er in die box ligt, is alles wat er is. En je zei het al. Ja, dat hele is complete verhaal. Nou, mocht u nog iets hebben, toevallig wat er niet in staat. Nou, niet. Ja, maar dat wordt nooit meer gemaakt. En wat ik er ook nog even van wil zeggen, want het is nu €25. Hè? Oh, we gaan nu zaken doen, hè? Ja, we gaan zaken doen. En waarom is het €25? Aanvankelijk kostte het €100. Ja. De productiekosten van dat ding, niet meegerekend het werk van heel veel mensen, was €30. We hebben er 5000 van laten maken, die in een hoog tempo weg waren. Toen dachten we, weet je wat, we maken er nog 2500 bij. Maar hoe het was het. De animo was opeens weg. We zaten opeens met 2000 boxen. En dan is je publiciteit, alle heiligheid omheen is verdwenen. Dat heeft een vrij lange tijd ergens, in Hedel, vlak naast die groenteboer die het zo moeilijk heeft gehad te staan. Maar dat kostte weer €1200 per jaar om dat te stallen. Of, dus. De uitgever, iemand van u zei tegen mij, wat gaan we met die boxen doen? Ik zei, nou ja, ik ben geen uitgever. En toen zei hij, nou, dat is een, we gaan het doordraaien. Ik zeg, hallo, wat gaan we doen? Ja, dat komt in de sledder. En toen dacht ik, nou ja, dan gaan we gewoon kijken, want dat vind ik ten opzichte van de rol van Bram een schande. We gaan ze tot de laatste verkopen. Ja. En toen zijn we met die prijs en die zit er op €25. Nou ja, dat is natuurlijk een belachelijk bedrag. Maar je kan het ook niet voor niks. Nee. Rechtdoen. Dan zijn de mensen niet meer geïnteresseerd. Dus dat is het verhaal, het eerlijke verhaal over dit. Ja, voordat wij ook te lang doorgaan. Wij zouden ook een dat moeten we natuurlijk voorkomen. We hebben nog een paar vragen. Zijn er mensen die vragen hebben? Wie heeft nog een dringende vraag? Aarzel niet. Nou, je hebt het heel goed gedaan. Ja, er zijn geen vragen meer. Stel jij nog maar. Nee, wij gaan het langzaam afronden. Okay. Dankjewel, allebei, voor het gesprek. Er is vast één vraag. Ja, dat kan niet alleen de verlegen ook. Ja, ja, oh. Ja, ook nog heel dichtbij. Ja, dichtbij en achter. Ik denk dat we u kunnen horen. Ja. Jullie waren toch extreem, hè? Vroeger, met jullie opvattingen, met jullie beledigingen soms, hè? Je ging over de grens. Ben je nooit bedreigd? Toen? Dat was niet zo in die tijd. Tijdens de actie Argentinië heeft een keer een drol geprijkt op mijn hek. Dat was het. Onbekende afzender? Nee. Oh. Maar ik ben nu bezig te schrijven over, zo is het toevallig ook nog eens een keer. En wat Mies Bouwman toen over de week werd. Maar die woede heeft zich, ja, nu op de sociale media, en nu vooral nu het anoniem kan, zijn dus vele helden geboren. We hebben nog één vraag. Ja. Ja, ik vond het mooiste, het schitterendste mooiste nummer, wat ik nog steeds opzet, dat dat liedje van de Kronings lied van over die aardbeving. Het lied over een aardbeving? Ja, het lied over een aardbeving. Over die Groningen. Groningen? Ja. Want het liedje waar we zongen. Komt het je bekend voor? Met Bram? Ja. Nee. Protestliedje.
Oh, dat was wel. Dat geeft inderdaad verschrikkelijk zoveel hoop van Groningen. Nou, ik moet morgen vraagteken. In dankbaarheid geïncasseerd.